Volgens onderzoeksbureau Gartner is de allergrootste barrière op dit moment voor de algehele adoptie van virtual reality de user experience. Want op dit moment is het nog best lastig in een VR-bril, wanneer je hem op hebt, om daarin te navigeren en alles te doen wat je wil doen. En ook voor omstanders is het heel erg lastig om mee te kijken met iemand die in VR zit. Het ziet er op dit moment vaak heel erg gek uit. En ook als je meekijkt op een scherm en ziet wat degene in VR ziet, voelt het een beetje afstandelijk. Ik noemde het vorig jaar al, maar als we dus machine learning combineren met een mixed reality capture systeem, dan kunnen we een veel betere manier van meekijken realiseren zonder het gebruik van een greenscreen. Nou, als je nou zelf ook benieuwd bent hoe je zoiets kan toevoegen aan jouw eigen VR-applicatie via gratis open source software, dan zou ik je zeker aanraden om me te volgen op LinkedIn of om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Ik wil heel graag de groep van Reality Mixer hiervoor bedanken, want die maken dit mogelijk. De code hiervan en de applicatie is te vinden op GitHub en op de link die ik in het bericht zet. En als final note, ben je zelf geïnteresseerd in VR, heb je nog geen idee wat dit allemaal is, maar heeft het je wel nieuwsgierig gemaakt? Lees dan vooral mee met mijn boek VR door een zakelijke bril. Dan weet je in één middag alles wat je moet weten. En je kunt hem vinden op freekteunen.com.